Oké, in deze tutorial leren we onze website in Drupal in meerdere talen zetten. Om dat te kunnen doen, moet je al dadelijk enkele modules installeren. En die modules, dat zijn i18n, language icons en variabelen. En die moet je dan ook bij modules gaan activeren. De modules die we nodig hebben, dat zijn dus, die vind je bij meertalig, language icons. Je mag alles nemen wat bij internationalization staat, dat is de I18N module. Je hebt eigenlijk niet alles nodig, zoals bijvoorbeeld forum. Enkel heb je nodig als je een forum gebruikt, dus die gaan we niet nemen. En dan, al de rest mag je gerust eventjes aanvinken. En dan gaan we dat zo opslaan. Oké. Een site meertalig maken, dat is heel wat werk. We klikken op doorgaan trouwens. En je gaat dat nu zien. Je moet heel veel instellingen doen. En je moet altijd zorgen dat je de talen zelf voorziet. Voor je website. Nu, we hebben de modules geactiveerd. De tweede stap is dat je daarna gaat naar talen. En dat je de taal waarin je je website beschikbaar wilt maken ook toevoegt. Stel dat dat Frans is, dan ga je bij taal toevoegen kiezen voor Frans. Taal toevoegen. En dan kiezen we voor de taal Frans. Oké, Frans. Voegen we toe. Dankzij de module L10N, die ik eerder al installeerde, de module L10N, die ik eerder al installeerde, eventjes kijken, sites, all modules, L10N, die haalt altijd van de core de taal reeds af. Dus die gaat nu voor mij het Frans downloaden voor de kern, dus niet voor de teksten die ik zelf heb toegevoegd. Zodat dus de core, de backend of wat de admin ziet, vertaald gaat worden. Oké, wanneer we dat hebben gedaan, we hebben de modules geïnstalleerd, we hebben de taal toegevoegd, dan gaan we die taal ook eens eventjes bekijken. Dus we gaan nu wat instellingen moeten doen. En we gaan dus bij talen, eerst kiezen welke taal standaard aangeboden moet worden. Dat is nu Nederlands, Dutch. Dus wanneer men op mijn website komt, gaat die altijd standaard in het Nederlands zijn. En Engels wordt altijd toegevoegd. Dat kan je bijvoorbeeld gaan uitschakelen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, die wil ik niet hebben. Ofwel wil je drie talen, je kan zo meerdere talen gaan toevoegen. Vervolgens gaan we naar detectie en selectie toe. En daar gaan we zeggen dat we eerst op gebruiker willen selecteren, want een gebruiker kan een aparte taal ingesteld hebben. Bijvoorbeeld een gebruiker Fien kan Frans ingesteld hebben, bij personen kan je dat doen. En dan de URL, en we gaan dat zo aanvinken in die volgorde dat daar rekening gehouden mee moet worden. Ja. Dat ga je opslaan. Daarna gaan we naar pictogrammen toe. Dat is de module Language Icons. En we gaan zeggen dat die de taal moeten vervangen. Dus de icoontjes moeten de taal vervangen. Dat slaan we op. Goed. Nu zijn we klaar om naar blokken te gaan. En nu gaan we de mensen een taalkeuze aanbieden. En dat doe je bij de taalkeuze. Die plaats je ergens. En ik heb er een aparte blok voor gemaakt in mijn template. Bij taal. En ik ga zeggen dat de title none is. Ik wil geen titel hebben. Dat sla ik op. Nu kunnen de mensen op mijn website een taal kiezen. Vanuit de homepage. Mijn drie talen die ik beschikbaar heb gemaakt. Ga ik bij instellingen talen Engels uitvinken, dan verdwijnt die. Zo. Nu moeten we zorgen dat de mensen een taal, dat wij de taal kunnen veranderen. Dus dat als we naar ons park gaan, dat we die zelf kunnen gaan vertalen. We moeten dus zelf die taal gaan toevoegen. En dat gaan we doen bij inhoudstype, structuur, inhoudstype.
En elk inhoudstype wat je in meerdere talen wilt beschikbaar maken, moet je gaan bewerken. En dat moet in twee stappen. Eerst ga ik bij publicatieopties zeggen dat de taal, de meertaligheid, geactiveerd moet zijn. Dat sla ik op. Daarna ga ik bij de multilingual settings ook nog een aanpassing doen, maar dat kan ik pas nadat ik dit heb opgeslagen. Dus ik moet op echt opnieuw bewerken kiezen. En dan kan ik pas bij de multilingual zeggen, de eerste twee vinkjes zetten we aan. Opslaan. Oké, en dat doe je voor elk inhoudstype wat je wil gaan vertalen. Dus bijvoorbeeld ook de dieren, formulieren, artikelen en zo verder. Ja. Tot slot, van de instellingen gaan we naar instellingen toe en gaan we naar de multilingual settings. En daar ga ik zeggen, bij selection staat alles in principe juist. Bij variabelen gaan we niets veranderen. Bij node options gaan wij hide content translation links aanvinken en opslaan. En bij strings gaan we alles aanvinken, de full en de filtered HTML, en dat zo opslaan. Een hele reeks instellingen dus. Tot slot gaan we nog naar instellingen. Translate interface of interface vertalen. Dat zorgt er eigenlijk voor, dus ik kan nu zien, Frans is 38%. Daar zal blijkbaar iets fout gelopen zijn juist bij die vertaling. Of hij is zelfs nog bezig, zoals je hier kan zien, is nog bezig. Dus die staat nog vrij laag. Zo dadelijk gaat dat wel tot 65% oplopen, of hopelijk meer. En we gaan nu bij strings. Gaan we alles aanvinken. En de refresh strings knop indrukken. Strings zijn eigenlijk wat je bij vertalen terugvindt, manueel toegevoegde vertalingen. En nu gaat hij die eigenlijk allemaal eventjes, je kan dat vergelijken met de cache legen, allemaal vernieuwen. Oké, nu kunnen we beginnen met vertalen en je gaat heel wat moeten vertalen. Ik ga beginnen met de pagina, ons park. Daar klik ik op en ik druk dan op vertalen. Ik ga enkel het Engels doen. Ik zeg vertalen toevoegen. Vertaling toevoegen. En ik kan echt zeggen, our zoo. De tekst is nu lorem ipsum, ga ik even zeggen in het Engels. En ik ga ook de tekst wat korter maken. En ik ga nog een knopje maken, ook our zoo. En dat sla ik op. Dus de titel, de tekst en de knop. Vergeet de knop niet te maken en ook te vertalen. Voilà. Een vreemd verschijnsel is dat de knop nu twee keer verschijnt. Dus als ik dat ook nog eens in het Frans ga doen, ga ik de knop drie keer hebben. Dat is een foutje. Dat moeten we zo dadelijk nog oplossen. Ja. Dan, hoe kan ik een blok vertalen? Als ik nu wist je dat, dat is een blok, wil gaan vertalen, moet ik naar blokken gaan en elke blok die ik wil vertalen eventjes gaan instellen, configuren, kiezen. En je moet gaan zeggen dat de taal beschikbaar wordt. Dus ik wil die blok vertaalbaar maken en elke taal moet je echt opslaan. Je kan dat nu gewoon opslaan of als je kiest voor Save and Translate, kan je direct de vertaling gaan toevoegen. En zo ga ik ook die blok in het Engels eventjes vertalen. Safe. Er zijn mensen die het anders doen. Die gaan bij blokken voor elke taal een nieuwe blok toevoegen. En dan gaan die bij configure bij elke blok telkens een andere taal kiezen. Dus voor de eerste blok kiezen ze Dutch, de tweede blok enkel Engels, de derde blok enkel Frans. Het voordeel is dat je dan ook bij je blok je teksteditor kan kiezen. En nu ging dat bij het vertalen niet. Vanaf het moment dat je dat bij een blok ingesteld hebt, dat die vertaalbaar is, kan je hier ook Translate kiezen bij het wieletje. Bij nieuw gaat dat niet zijn, omdat ik die nog niet in meerdere talen heb aangeboden. Daarna gaan wij naar structuurmenu's toe. Structuurmenu's. En we gaan ons menu bewerken. Edit menu, of we gaan ons hoofdmenu bewerken.
En we gaan daar het tweede bolletje kiezen. En we zeggen dat de menus ook vertaald kunnen worden. En dat doen we met save. Door dat vinkje te kiezen, kan je nu zorgen dat de knop er nog maar één keer staat. Maar, omdat we de pagina's al eerder gemaakt hebben, dan dat we de instellingen doen, moeten we eventjes de pagina openen, bewerken en direct opslaan. Wanneer we de instellingen eerst hadden gedaan en dan pas de pagina hadden gemaakt, dan was dat niet zo geweest. Dus bewerken en opslaan. En nu is mijn website eigenlijk goed. Dus als ik nu ga klikken op Nederlands, zie ik daar ons park staan en krijg ik de tekst in het Nederlands. Maar wanneer ik klik op Engels, komt daar Our Zoo. En dan komt de tekst in het Engels. En ook automatisch de blokken worden vertaald. Goed. Nog enkele bijzonderheden. Dieren is een view. Dat blijft in het Nederlands staan. Ik kan gaan naar structuurmenu's. En daar kan ik bij links weergeven mijn knop manueel vertalen. Maar dat gaat een probleem geven. Want toen ik die view maakte, was er van meertaligheid nog geen sprake. Dus ik ga nu naar bewerken toe. Ik ga mijn knop eerst bewerken en ik ga het Nederlands nog toevoegen. Ik ga zeggen, dit is een knop in het Nederlands. Vanaf het moment dat ik dat doe, komt er vertalen bij staan. En kan ik gaan zeggen in het Engels, vertaling toevoegen, animals. Probleem, het pad kan je niet vertalen, moet dieren zijn. En toch is dat niet zo goed voor Google. Dat kan je doen met een extra module en dat is PathAuto i18n. PathAuto i18n. Dat is de module waarmee je dat toch kan gaan doen. De titel van je view, die moet je ook natuurlijk kunnen gaan vertalen. Dus nu kies ik Engels, animals, prima. De titel van je view, dieren, dat kan je gaan aanpassen door de module views i18n te installeren. Dus je moet nog wat extra modules gaan installeren om dat ook te kunnen gaan doen. Zo. Hier zie je knopjes. Als je die in blokken hebt gezet, moet je die knoppen in meerdere talen gaan aanmaken. Dat zijn figuurtjes. En dat zo beschikbaar maken. Dan gaat dat wel zeker lukken. Je kan zien dat meertaligheid toch wel heel wat instellingen zijn. Heel wat extra modules en vooral heel veel werk. Want al die talen moet je zelf gaan voorzien en invoeren. Zowel bij nodes als blokken. Tot slot ga ik nog heel eventjes een allerlaatste ding doen. Wanneer ik bij inhoudstype ga, heb ik een dier toegevoegd. En een dier heeft een extra veld gekregen. Dus we gaan de velden bewerken. Het veld aard heb ik zelf gemaakt. Wanneer ik dat veld ga bewerken, kan ik op vertalen klikken, want ik heb ook de opties zoogdier, reptiel, vogel manueel toegevoegd. Bij vertalen kan ik die allemaal vertalen naar een verschillende taal, translate. En kan ik dan zeggen, een zoogdier is een mammal, een reptiel is een reptile, a bird, enzovoort. Safe translation. En nu is ook dat mooi vertaald. Moet je natuurlijk in elke taal gaan doen. Dus ook extra velden kan je gaan vertalen. Oké? Dat was het. Veel succes!